Ik ben Dave. Uh, vandaag heb ik Dr. Gwendolyn Smith en haar specialiteit is conflict resolution. We hebben net een hele donkere dag gehad in Suriname en daarom heb ik dit keer een expert erbij gehaald. En uh, we gaan lekker babbelen. Let's talk. Uit Paramaribo, Suriname. Dit is de Dave Podcast met Dave van Aarde. Dr. Gwendolyn Smith, welkom. Dankjewel, Dave. <laughs> Voordat we gaan beginnen wil ik wel eventjes graag dat de luisteraars en kijkers weten wie ik voor me heb zitten of naast me heb zitten. Omdat uh, we best wel een diepgaand gesprek gaan hebben. En ze moeten eerst weten wat je achtergrond is, zodat ze weten dat je niet zomaar uit je duim aan het zeugen bent. Naar mijn okay. mening natuurlijk. Oké, okay, oké, okay. okay. mening. Iedereen mag mening. Ja, hebben we hebben natuurlijk. Ja. Ja, um, ja uh, geboren in Nederland, op achtjarige leeftijd naar hier verhuisd. Um, ja, toen hier opgegroeid, ik heb veertig jaar hier gewoond en de laatste zes jaar woon ik in de U.S., maar um, even qua loopbaan denk ik dat ik. Um, eerst, eerst heb ik een. <laughs> eigenlijk is zo begonnen. We hadden een meloenspitten. Pitten. Pitte contest. Hoe ver kan je die pitten. Okay. Spuwen, toch? <laughs> ja. Zo begon het. Heel, waren, ik was nog jong samen met mijn broertje. En opeens was er een meloen. Ja. En dat heeft me echt gefascineerd. En toen ben ik agrarische productie gaan studeren hier in Suriname, is landbouw. En daarna ben ik. Uh, uh, met een beurs weggegaan uh, naar de US om biotechnologie te doen, teruggekomen. Ik was ondertussen zwanger. Ik heb uh, um, vijf jaar op de universiteit lesgegeven. Maar dat was een beetje te statisch voor me. Okay. Um, dus ik heb toen, ben ik daarna gaan, uh, ja, wat heb, een beetje consultancy gedaan, in een paar jaren. En toen heb ik een soort 180 graden shift gemaakt en ben ik in het binnenland gaan werken. Voor een non-profit organisatie voor tien jaar, heel diep in het binnenland. Dus Kwamala Samutu, Tipo bij de Trio en in Wayana Indianen. En dat heeft echt een, was voor mij life changing, om het okay. maar zo te zeggen. Dus uh, helemaal gegaan van de beta sciences naar de social sciences. Ik heb uh, uh, vijf jaar, de eerste vijf jaar in het binnenland honderd fouten gemaakt, mm -hmm. alles fout gedaan, echt goed geleerd hoe het niet moet. Yeah. En de, de tweede vijf jaar heb ik, heb ik eigenlijk gestuurd, ben ik gaan studeren en heb ik mijn uh, proefschrift uh, gedaan in conflict resolution. Conflict in resolution. resolution. Oké, okay, ja, dus dat da, uh, hoor ik Daarom werk ja, hier. Ja, we ja, hebben ja. aardig wat conflict nu in het Precies. land. Precies. Dus, conflict dus resolution. resolution ja. mm -hmm. Zag je dit aankomen wat is gebeurd afgelopen week? Ja, een jaar geleden al. Absoluut. Waarom? Kijk, er is, je, je doet een aantal dingen tegelijk. Er zijn altijd drivers van conflict, en die drivers waren allemaal aanwezig. De eerste is: één, je hebt slecht contact met je volk. Dat is één. Um, er is niet echt goede communicatie met het volk. Er is geen transparantie in zaken. Dus dat gaat de eerste issue zijn. Dat weet je alleen. bij de mensen. Ja, dat was ook een van de eerste issues die we hebben gehoord. Weet je, van zet familie daar. En waarom is er geen transparantie? Waarom hebben ze die post gehad? Zo begon het allemaal, als we even teruggaan. En um, daarna kom je met, op, met al die natuurlijk die IMF-maatregelen, die, die die bevolking gewoon drukken. Kapot drukken en mm -hmm. die onderste lagen, die gaan het als eerste voelen, maar het drukt helemaal naar beneden. Dus je moet je voorstellen: kijk, we hebben een Tsunami een systeem eigenlijk waarbij we elkaar verzorgen. Mm -hmm. Dus de, bijvoorbeeld de middenklasse, die gaat die lagere klasse verzorgen. Je gaat je tuinman helpen, je gaat dit. We, we hebben zo'n systeem toch? Mm -hmm. En op het moment dat die middenklasse niet meer kan, valt dat support system ook weg naar beneden toe. Dus die laagste klassen beginnen dan te drukken met het hele IMF, beginnen dat te voelen met het hele IMF-verhaal. En daarnaast hebben we dan een soort law and order, ik moet het zo zeggen, mm -hmm. um, systeem waarbij um, fair, ja, is echt Amerikaans systeem hoor voor mij, want ik woon daar nee. en ik is precies zo in Amerika. Alles is fair. Veran dus als je rekening een, niet betaalt, ja. morgen, ja. dan gaan ze je opsluiten of de collection dienst komt bij je. Of, je weet, je hebt ja. altijd veer, veer, veer. En dat begon je, begon je ook te merken in Suriname. En men zag het niet als zodanig, want men heeft hoop in deze president. Maar het was dezelfde veer die je hebt gehad in de decembertijd van 1982. Misschien niet zo erg. Ja, op maar, een andere manier. Maar op een andere manier. Maar men zag het nog niet, toch? Want je, je, je begint te zeggen: ja, maar je mag dat niet. Bepaalde lagen van de samenleving voelden dat meer dan anderen. Denk Explain. ik. Explain. Er komt het rassengedeelte erin. Oké, okay, laten we het daarover hebben. Laten we ja. dus deze bij de naam noemen. Ja, dus bepaalde lagen van de samenleving... Ik, ik beweeg een beetje meer in die lagere lagen van de samenleving. En je ziet echt dat... Kijk, als je je eigen groepjes beweegt en je bent in de top... ga je niks voelen. Je hebt geen issues met die dingen. Maar bepaalde lagen van de samenleving gaan klikken met elkaar. Dat is één, omdat je moet... Je hebt geen andere keuze. Je moet om je eigen groep. En dat werd gestimuleerd door de, de top. Weet je? We gaan mm. onze eigen mensen regelen. En dat is meer de, de Hindustaanse groep. En dan kreeg je, dan, je kreeg een imbalans in een systeem wat helemaal in balans was. Het waren al die groepen in balans yeah. voor jaren. Hoe het ook werkte. Weet je, maar er was geen rassenhaat en dat soort dingen. Maar die dingen begon je wel ook te zien. Dus dat heeft ook een. En dat zie je nu ook. Mensen beginnen direct te zeggen... ja, die mensen van dat en die mensen... Het is niet juist. Want de mensen die op straat zijn gegaan... zijn de mensen die het het eerst voelen. Ja. Het zijn de mensen die het brood niet op hun tafel kunnen zetten. Daarvoor hebben wij ook gewaarschuwd. Daarom zijn we op straat gegaan van... hé, hey, die mensen gaan bossen. Je gaat niet kunnen, en... toch? Ja, toch? En ik kan je een verhaal vertellen van... mijn moeder woont op, 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 uh, in een ruraal gebied. Ik hmm. wil geen namen noemen, maar in... Buiten de stad? Buiten de stad. Uh, ik moet wel 45 <coughs> minuten naar hier rijden. Toch? En het um, buurmeisje, die gaat om de dag naar school. Wauw. 11 jaar. Om de dag naar school. Omdat ze één dag, ik werk ze bij mijn moeder voor 20 SRD, dan doet ze wat karweitjes en ze krijgt een broodje. Dat broodje is belangrijker dan die 20 SRD. En dat daarom gaat ze hij niet hij naar school. Dat, dat, is, de dat en is de realiteit. Maar als je dat niet weet, want als je je mooie auto in Paramaybo rijdt, dan ga je die dingen niet zien. Als je niet naar gaat zoeken en daarna gaat kijken, ga je het niet zien. Je gaat het helemaal niet zien. Nou, helemaal maar gewoon geraakt. Oh, ik wist dus dat het slecht was. Ik heb nog een heleboel verhalen het, vertellen. Het kijkt zo hard. Ja. Dat ja. veerstukje, Ik ja. um, moet heel goed mijn woorden kiezen. Maar het is al naar buiten gekomen. Ik bedoel, Dada ja, en Dodo leuk. hadden het ook al bekend. In hun interview, het is op het net, ja. waar wij toen als Organic waren op straat. En toen dan, dacht je: we we bij het gebouw van de vicepresident ja. En toen was er een groep aangespoord om met ons, om tussen ons te komen en om te rellen. Ja. Toen die groep naar buiten kwam, ze kwamen letterlijk uit. Alles is gedocumenteerd, het was op Star News Dus ja. ik zeg geen wie ding, ik was daar. Ja. Een groep was aangezet om bij ons ruzie te maken. Wij hebben toen ook direct gezegd, film iedereen. Terwijl ze naar buiten liepen, de zus en zo, daden en doden... waren ook in een apart interview gegaan om te bekennen dat zij waren benaderd. Ja. En nu zit je van, ey, als wat Pakito heeft gezegd, van hij is bedreigd. En nu wordt direct vingers gewezen naar een bepaalde groep. Ja, zij zijn het. Maar ik weet dat toen die groep was aangespoord door een groep die al aan de macht is. Ja. Want je hebt dan een bepaald scenario... Ja, ja. waarbij het is van, hé, het gaat slecht in het land, maar iedereen is nu bang voor veiligheid ja. dus we gaan niet meer focussen op die rommel die wordt gedaan want Precies. het is dan die fear on terrorism eigenlijk wat je dan hebt. Ja, ja, ja het, is, het is afleidingsmanoeuvre, dat is één. Denk, denk je dat denk dat, ik, dat nou ook het geval kan zijn? Ik denk dat er wel. In mijn, voor mij zijn een aantal dingen, gewoon als conflictpersonen waar ik naar heb gekeken en ik heb ook collega's van me in de US naar bepaalde, naar die filmpjes laten kijken en zo, okay. om een, om een want ik ben biased, toch? Ik, yeah. hoor, ik, ik ben van hier, ik, ik ken de historie en zo. Dus ik heb ze gevraagd: geef me als een independent conflict expert een, een mening hierover. En beide mensen onafhankelijk hebben me dus gezegd: dat uh, jongen, die mensen zijn echt niet bang. Ja, er wordt de geschoten de en men loopt gewoon op, op de mensen. Waarom zijn ze? Ze zijn, ze zijn ook vreselijk boos, toch? Of er zijn andere dingen aan de hand. Dus dat is nu de vraag. Maar bij mij, toen wij yeah. er op straat bij mij is dus onze groep, maar yeah. ik, ben, ik doe niet meer, ik, ik bemoei helemaal niet meer, yeah. maar ik bedoel, dus toen was het onze groep. Yeah. Uh, er waren militairen soms dan, en politieagenten dan protest, prote, protesteerden. Dat dingen, ja. Dus daar vind ik het, en dit kreeg ik iets van, nou, maar, je Kijk, weet dat het drukker zou worden. Waar? Kijk, ja. en, en, en de politie was je nou, maar er ze hebben een, historisch niet spelen. Klopt, er zijn <laughs> een paar dingen die opvallen, hè. Dus gewoon even vanuit expertise. Dus je hebt, yeah. je hebt een aantal dingen in conflict die belangrijk zijn. Een triggermoment. Yes. Dus wat heeft het getriggerd? En ik heb teruggekeken naar die filmpjes. Die, die, die auto, die van Papakito en yes. zo op, zat, die rijdt weg. En het is niet eens in een. In een, in een dat is echt van goal. Het was gewoon in een fractie van vijf tot zes seconden. Dat de mensen zijn, het assemblee zijn ingerend. Dus dat was erg. Het, het leek alsof het al een opdracht was voor mij hoor. Het ging, Persoon, snel, het he? ging te snel, het was niet organisch om het maar zo te zeggen. Yes. Dus dat was een van de dingen. Een ander ding wat ik me afvroeg, uh, waarom, uh, ja, waarom, kijk, het is allemaal over respect. Hè? Yeah. Als mensen voor je staan en je, je gaat ze niet te woord staan, worden ze bozer. Maar waarom heb je niet, je wist dat deze actie zou komen, waarom is er niet geanticipeerd en waren er geen mensen in de uh, uh, politie en zo in de stad? Dat is ook een andere rare vraag voor mij. Waarom was er niet al bescherming in de stad? Maar is ook niet geplunderd op eten. Want als je, als je zo woedend moet zijn... Nee, maar... Dat, ja, dus daar heb, ik een lang daar heb ik echt een mening over. Want ja, als toch? ik Want... je eerlijk ga zeggen... Er zijn niet veel etenzaken in de stad. Dus dat was een van de dingen mm -hmm. waar, waar, wat ik vond. Dus je gaat niet... Ja, ze hebben wel wat go... go weet je? Mannen hingen en zo geplunderd. Yes. Wat eten, wat snacks en zo waarschijnlijk. En diesel en is meer maar um, als je gaat stelen of als je gaat plunderen je bent zo boos. En de, de, het, het eigenlijk de, je bent onder onderdrukt, toch? Je krijgt een oppressiesituatie, situatie Je bent onderdrukt en nu gaat, is het anger. Dus, je, ja. dus de, de, het is eigenlijk fear wat is overgeslagen in anger. Dat is gebeurd. Dus die mensen zijn zo boos geworden dat het niet meer uitmaakt. Je gaat gewoon binnen ergens en je gaat. Iets pakken. En als ik een juwelier binnen ga, dan ga ik niet. Als ik zilver zie en witgoud, ga ik witgoud pakken. Ja, ja. ja toch? Dus, dus wat dat betreft. Ja, het, Ik weet niet of er een rationele beslissing kan worden genomen als mensen zo boos zijn. Ja, want ik heb me ja. wel groen en geel daaraan geërgerd. Ja. Want ik heb iets van. Die Chinezen heeft je niks gedaan. Iedereen komt wel ja, maar het moest escaleren. Ik heb gezegd, dan moet je gaan naar de mensen die het, van je, die het veroorzaken. Want wat er nu gebeurt, is. Of echt onderling. Ja. Want nu ja. heb je. En, en het, en, ja, het is die groep en het is die groep ja. en het is zo en het is zo, maar het is, er is toch een reden waarom het allemaal is gebeurd? We zijn zo afgeleid. Ja, dus dat, dat is het tweede punt, want ik sprak eerst dus over het moment. Het yes. tweede punt is eigenlijk de, de, de source van de conflict. Dus wat is de oorzaak van het conflict? En als je de oorzaak van het conflict, en daarom zijn mensen zo lang op straat geweest steeds, is dat de basisvoorzieningen niet kunnen worden gegarandeerd. Aan Een grote groep van de samenlevingen en mensen gaan het niet Surinamers zijn trots, toch? We gaan het niet zeggen. Mm. We gaan niet zeggen dat we die ochtend niet hebben gegeten of dat we een kind we, we, we doen het niet. Het is niet in onze Want we moeten. Weet je, je kan het niet show. show. Zo zijn we dat het gezichtsverlies we is heel belangrijk in Suriname. Major ding ook, ook zo erg. Dat uh, uh, heb je geen brood voor je kind dat je nog steeds je, je zoveel zoveel als mogelijk ja. Als je het echt niet meer kan, ga je echt maar het is. Mensen tsunami, doen dat liever oh, niet. Ik, ben, ik zeg aan direct, ik wil vroeg hem een broodje hoor. Ja, dus, ik begrijp je, maar ik, ik ken genoeg mensen die het niet doen en die wel daar helemaal in die laagste delen van de samenleving zitten. En kijk naar Param, dus dat is een van de dingen: dus gezichtsverlies, mensen gaan het niet zeggen, het is wel aanwezig. Dat het niet wordt gemeten begrijp ik niet. Ik heb door de regering, ik bedoel, we hebben genoeg social scientists in Suriname om te meten wat er gebeurt, surveys te houden, te kijken wat er aan de hand is. Dus dat vind ik een mega fout van de regering als je het echt uh, wil regeren. Als je Een sociale aanpak wil hebben. Een sociale aanpak wil hebben als je het ding goed wil monitoren, moet je net als Merkel doen. Merkel elke week heeft een survey, ze weet precies wat er volk wilde en ze ging aanpassen. Ja, nee, het was zo ja. tof. Ja, ja, daarom heeft ze zo lang gezeten. <laughs> ja, 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 ja. Maar, um, weet je, dus dat, dat vind ik minder. En het, het, het concept van fear en law and order. We weten dat het niet heeft gewerkt. Het heeft niet gewerkt bij de nazi's. Het heeft nergens gewerkt. Uiteindelijk gaat het stoppen. Want de kracht van het volk gaat eigenlijk altijd zegen vieren. Want ze hebben coalitie. Ze hebben power door coalitie. En dat is nu gebleken. Je hebt power door mensen. Ja, door je... mensen bij elkaar te brengen. En Surinamers hebben eigenlijk maar twee conflictstijlen. Dat is ook een ander ding. Je je de, wat is een conflictstijl is, is hoe gedraag je je in conflict? Ja, eigenlijk zouden we heel rustig door de boos zijn. Precies. Of voiden eigenlijk. We ja. gaan of voiden, we gaan uit de weg, liefst. Dan ja. gaan we roddelen achter. Ja, weet je, ja. dat soort dingen. Maar we gaan niet met die mensen praten. Dat doen ze in Holland. Je gaat niet meer ja. ga je met iemand praten. Maar hier gaan wij duiken weg, toch? Of we gaan. Naar de mond praten, dat kunnen we ook een beetje doen, af en toe, sommige mensen. Dan zeg je wel wat die andere persoon denkt, maar je doet het eigenlijk gewoon niet. Maar een van de echt opvallende dingen in Suriname is dat men coalitie maakt. Kijk, kijk SLM. Daar gaan ze staken, daar staan alle piloten, iedereen staat buiten daar bij SLM, om te laten zien dat we het niet eens zijn met de directie. Dat is echt coalitie. Maar het kan Waarom niet. kunnen we niet opschrijven? We kunnen niet partitie petitie tekenen. Dat kan ook, maar we staan daar. Maar we laten die coalitie zien. We laten onze power zien. Dat doen we heel sterk in Suriname. En dat coalitie maken, dat, dat is protesteren ook. Je gaat mm -hmm. laten zien wat je macht is. En uh, volgens mij werd het een beetje te veel voor de, de leiders, om het maar zo te zeggen. Dus dan ja, moet die coalitie eigenlijk gescheiden worden. Gescheiden. Oké, 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 oké. Als je weet dat die mensen sterk samen zijn, dan ga je ja. voor en heers Ja, en dan bouwen ze ook, precies, en dan bouwen ze ook op een andere karakteristiek in de Surinaamse samenleving. En dat is het wat ik wat in het Engels noemen we de discourse. Is de, de, het verhaal in de samenleving. Dus nu vult niemand weet wat er precies is gebeurd. Er zijn gaten in het verhaal, toch? Er zijn gaten van informatie. En iedereen vult maar in. Ja heeft het gedaan, Brussel heeft het gedaan, Bordeaux heeft het gedaan, dat heb ik gehoord van ja, ja, iedereen ja. heeft het gedaan. Maar niemand krijgt die informatie, want de regering geeft ons die informatie niet, omdat ze met veer willen regeren. En ze willen liever dat het verhaal maar zijn wending gaat hebben, want het is goed voor ze toch? Want waarom komt de regering dan niet morgen luisteren, we hebben het onderzocht, we hebben toch intelligence diensten hier? En we hebben gezien, we hebben dit en dit en dit. We horen niks. We zijn al hoeveel dagen voorbij? Wat ik ook, wat is jouw mening? Of je analyse over de houding van de leiding na zo'n... Want als we wij vechten? En ik kom naar jou, <laughs> Outa En voordat we beginnen te praten, zeg ik, maar die trui die je vandaag hebt aangetrokken voor dit gesprek, dat bevalt me niet. Ja. Je hebt niet gekeken, ik heb niet eens over waarom ja. we hebben gevochten. Ja. Gaat, ik ga je eerst beginnen. De ja, beschuldiger. Ja. 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 Wat is jouw mening over de houding van de leiding daarover? Is het is is bevorderlijk voor de samenleving? Sowieso niet. Kijk, een, een slimme leiding, en dan ga ik het woord slim <laughs> gebruiken, <laughs> uh, die uh, zou, zou een stuk empathie tonen. En, en zeggen en binden. Twee dingen. Door te zeggen bijvoorbeeld: uh, we hebben vandaag een slechte dag meegemaakt. Of uh, vandaag was de Black Friday van yeah. Suriname. Yeah. Daar heb ik, wat, als ik dat heb gezegd. Heb ik twee dingen gedaan. Iedereen vond het vervelend. Ik vind het ook vervelend. Niemand heb ik schuld gegeven. Toch? En ik heb onszelf gebonden. Als ze alleen dat hadden gezegd aan het begin, waren we een stuk verder. Maar als je gaat zitten daar eigenlijk en gaat uitleggen van ja, wie nog weer. En de vinger wijzen en de law en order. Je gaat die mensen alleen verhitten. Want je hebt de source van het probleem niet opgelost. Ze hebben het niet eens erover gehad? Nee, die mensen hebben nog steeds geen brood op tafel. En dit gaat, ik, watch my words, het komt terug. What en je, misschien ja. nu niet, misschien over drie weken, misschien over drie maanden, ik weet het niet. Maar zolang die mensen hun brood niet op tafel hebben, blijft dat probleem hangen. Dus jouw analyse op afstand ja. is dat we nog ver van huis zijn? Ja, ja, het is nu even onderdrukt, maar het gaat weer plaffen, zeker weten. Absoluut. Toch wel? Ja, ja, absoluut. Maar wat denk je dat de reden is? Wie, 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 waar zie je de bron van dit alles? Ja, ik, ik, ik heb eigenlijk een beetje onvoldoende informatie... om echt een goede analyse te maken daarover. Als ik kijk naar de tactieken... Mm -hmm. want het is ook een deel van conflict... wat voor tactieken mensen hebben. En ik kijk bijvoorbeeld naar de tactieken van de regering... dan vind ik het bijna een soort opportunistische... Actie die nu wordt gehouden van nou oké, okay, het is nu lekker weer, we hebben um, het is lekker weer een beetje in de waard iedereen is weer bang, we kunnen het goed onder controle hebben, een soort COVID-situatie weer weet je, we gaan alles weer goed in de, in de dingen hebben, we hebben mooi, mooi weer iets om iemand de schuld te geven, dus we kunnen nu zeggen die protesteerders of die marons of whatever we hebben ingevuld in het verhaal. Ja, ja, ja. We kunnen iemand de schuld geven. Trump, tactiek toch? Trump deed dit ook. is de Book of Trump, spelen we, echt waar. Dus eigenlijk playbook eigenlijk de, of Trump. Dit het is eigenlijk een textbook-scenario wat zich afspeelt. Ja, eigenlijk is het zo moet, makkelijk om te lezen, eigenlijk. Ja, wat? je kan op Netflix kijken, er is een of andere serie met al die tiranen. Volgens mij heet het de tiranen, of ty, ty, Tyranny of zo, ik weet het niet meer. Maar dan zie je. Een Handbook de, of a Tyrant. tyrant ja. okay. Handbook of a, of a Tyrant. tyrant. Okay. Daar zie je gewoon de Playbook, hoe ze dit doen. En ditzelfde playbook zie ik hier. Voor de mensen, dus die niet lezen. Dan kijk naar, naar Netflix, dan kan je daar zien. Ja. Dus jij zit eerder dat we nog verder verhuisd zijn. Dan, ja, ja. Het, het niet eerder, eerder, eerder erger worden dan wat anders. Ja, omdat we het niet hebben opgelost. Denk... En we doen niks om het op te lossen. We, we, geef, we, ge we geven geen informatie aan de be bevolking. Iedereen vult nu een verhaal in. We laten iedereen ongewisse eigenlijk. We, we lossen het probleem ook niet op. Dus wat, wat gaat er gebeuren? Denk je dat dit kan uitmonden in een burgeroorlog? Nou, wat me, wat me wel zorgen heeft gebaat is het feit dat uh, direct is gerefereerd naar het buitenland. Het buitenland staat klaar om ons te helpen. Om hey, te het vechten maar, tegen wie? Het is, ja, te, om, 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 ik heb het gehoord. Te, ja, 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 ik heb contact opgenomen met de CARICOM uh, en ze uh, ja, van... Om te vechten tegen wie? We hebben onderling dispute of er is onderling wat onrust. Waarom heb je het buitenlands nodig? Waarom kan je niet gewoon je zaken op onderling oplossen? Dus waarom heb je niet... Ik wil bijna zeggen de bals, echt, weet je? ik ja, het hoor. zeggen, want ja. ik zei het eenmaal, het heeft. Ja, oké. De bals om daar gewoon te gaan staan en met je volk te praten... en te zeggen van, oké, okay, we gaan dit oplossen. Dus da dat is een leider. Maar we hebben geen leiders in dit land. Ja, no? dat mag zijn. Ja, dat mag zijn. <laughs> nou, kijk, okay, als je het vergelijkt... Hè, en dat gaat ook weer terug in mijn tribal theorie hmm? verhaal... Die leiders in onze samenleving en ook in bedrijven en zo, hè? Ja. Bedrijven, leiders in bedrijven, leiders in, 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 in de politiek en zo, zijn allemaal wat ik noem symbool, het is een concept, hoor, symbolische leiders. Het zijn leiders die re regeren op basis van rituelen. Mm -hmm. Dus er zijn rituelen en je houdt van die leider omdat je houdt van die cultuur van die leider, je houdt niet van het programma. Dat maakt niet eens zoveel uit. Oh, etniciteit eigenlijk? Ja, ja is... dus maar die cultuur van die leiders is belangrijk. Dus ga ik ga hem een voorbeeld geven. Kijk, als je naar de NDP kijkt, mensen gaan echt naar OCR en dan vinden ze het leuk wanneer BOTA, zo'n Bradanangasa en zijn dingen en zijn heel ding. Weet je, het is een cultuur, het is een ritueel. En dat heb je ook bij de anderen, bij de NPS, bij de VAP, bij al die partijen heb je een soort ritueel. En dat, en ook in bedrijven. Die leiders hebben ook een soort. Een paar waarden en normen. En het, het wordt allemaal in het hele bedrijf neergezet. En dan houden ze het op een bepaalde manier in een bepaald ritueel. En dat zijn symbolische rijden. Kijk, zou je dat vergelijken met. Ja, zo, niet goed voorbeeld, maar Rutte of zo. Met hmm. in Nederland of zo. Of Biden, ik zeg maar, maar iets. Ja. Dan, dan is dat een heel andere aanpak. Want men, men kijkt naar. naar Goals en milestones en ja, wat gaan we bereiken? En in 2030 moeten we de carbon dit en ik weet niet wat voor allemaal targets ze we hebben. Weet je? of we moeten de healthcare aanpassen, maar hebben wij dat? Ja, hij had een plan op papier dat nooit is verschrikkelijk. Ja, maar dat is op papier. Daarom is het, zijn die plannen allemaal op papier. Ja, en ons, en denk ook aan ons meerjaren ontwikkelingsplan, is maar voor vijf jaar. We kijken ook niet in de toekomst. We hebben als Surinamers nog een theo theorie. Punt. Als Surinamers kunnen we niet heel slecht in mijn werk zie ik het elke keer weer zo slecht in de toekomst. kijken. mensen praten altijd over het verleden en het, en het heden, maar niemand praat over de toekomst. Waar staat het woord toekomst in het Surinaams? Er, dat weet ik nog niet. Ik kan goed Surinaams verstaan en, en praten, maar ik, ik het woord toekomst in het Surinaams ken zo, ik niet. opstaan. misschien. <laughs> Nee, maar het is, het is heel moeilijk om, om met mensen in de toekomst te praten. Het enige wat werkt, bijvoorbeeld wat ik heb een beetje heb uitgevonden... is dat je een scenario kan presenteren en daarover kan praten. Maar zij zelf denken over de toekomst, heel moeilijk. Komt dat omdat je de hele dag bezig bent met Survivor... dat je niet de tijd hebt om te gaan dromen... en creatief bezig te zijn met wat we gaan doen in kan, de toekomst? Het kan een ander deel ervan zijn. Maar ik denk ook <coughs> dat een ander deel ervan is... dat we altijd zijn gevoed met de toekomst door het buitenland... Door, ons, door Nederland en alles, hoefde niks te doen. En als ik denk, waarom ik dat zeg, is omdat als je met Surinamers vaak praat, dan zeggen ze: Ja, die goede oude tijd. En dan vraag ik me: Wat was de ideale goede oude tijd? Leg me uit. En dan leggen ze me uit: Ja, weet je, we, we konden allemaal rustig leven. We hebben ons huis gebouwd. We hadden een super job bij Biliton of Suralco. Eén compagnie, we hoefden niet te gaan switchen. Je hele leven was rustig. En. Rustig is eigenlijk het woord. Geen risico's. Risico-aversion. Ja. is op de wereldlijst in de top hè, van risico-aversion landen. Ja, ja, van alle landen in de wereld zijn we helemaal aan de top houden, Niet van risico. Helemaal niet. Dan denk ik heel anders. Maar goed, ik jump altijd uit. <laughs> yes. Uitzondering. De, ge de gemiddelde tsunami houdt er niet van. Niet, nou? Uh -uh. Helemaal niet. Nou, helemaal niet. Dus. dus... Nee, Straks vraagt de. de tribal theory, ja. Oh, ah, 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 is goed hoor. We hebben iemand die souffleert hier. Wat is de the tribal theory? Ja, <laughs> yeah, dus het is eigenlijk een soort uh, reflectie van mezelf. Dus toen ik zes jaar geleden wegging uit Suriname, maar ik kom vaak terug. Ik ben zes tot acht keer per jaar terug. Yeah. Ik, ik doe nog werk hier. En elke keer als ik terugkwam, ik was er uit de tribe eigenlijk. En ik kwam terug en dan zag ik weer nieuwe dingen. Maar ik, ik kon het niet zien terwijl ik hier was. Dus toen ik eruit kwam en steeds terugkwam, zag ik een heleboel dingen. En toen dacht ik, weet je, dit ga ik opschrijven. Want ik werk met tribes yeah. in Colombia, Ecuador, Suriname, weet je, op verschillende plaatsen. En ik denk van, jongen, die hele samenleving functioneert als een tribe. En laat me gaan kijken waarom dat zo is. En toen heb ik al die elementen uh, opgeschreven. Zoals het verhaal bijvoorbeeld. Het hebben van een verhaal. Daarom hebben we geen journalisten. Het verhaal moet... Oké, okay, laat me vertellen. Er komt een verhaal in de samenleving. Als het verhaal wordt opgepakt door een groot deel van de samenleving, blijft het bewegen. Op het moment dat het verhaal geen, niet meer nodig is, gaat het weg. Zo werkt het. Okay. toch? En um, in andere landen komt het verhaal weer terug. Want mensen gaan het oppakken, journalisten pakken ja, je het. Je hebt op. gezegd, je hebt dat gezegd. Ja, precies. Ja. Maar hier gaat het verhaal weg omdat het eigenlijk niet meer nodig is. En het verhaal wordt gebruikt. Kijk naar de verkiezingen van 2020. Het verhaal van corruptie. Het verhaal van. Dat verhaal loopt nog steeds. Dat verhaal is toen echt zwaar gemaakt. Vorige regering, vorige ja, regering. Ja, en alles nog steeds horen voor de regering. Voor, en het blijft. En daarom moeten ze dat blijven doen, weet je. Ja, IMF, we kunnen het niet doen. We zouden het doen in twee jaar, no? anderhalf jaar. Weet, 200, negen dagen, maanden, negen 200 maanden. dagen. 200 ja, 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 dagen. Ja, precies. Ja, ja. Ja, het was echt heel kort eerst. En nu is het, zijn we al een jaar drie. En we zijn, er gebeurt maar niks en niemand zegt iets. Maar elke keer hoor je, ja, de vorige regering. Maar je zegt, je kon het. Dus waarom wordt dit niet erop aangesproken? Ja, want het verhaal daarvoor. Hoe ja. was dat je niet naar de IMF zou gaan? Precies. Maar, maar dat waarom? verhaal is gewoon doodgegaan. Maar dat verhaal blijft aan, aan de gang, omdat mensen zichzelf moeten. Ja, ze moeten het goed praten. En dat is niet alleen de regering, ook andere groepen binnen de samenleving die blijven die verhalen zo maken. En. Uh, dan kan je goed praten, wat je doet, toch? Sibrano Piquet zei laatst tegen... Dat is wat hij he heeft gezegd, hoor. Maar hij zei tegen een journalist... Wat voor journalist? Je bent gewoon een microfoonhouder. <laughs> ja, zwaar. is waar. Ben so, je dat ook eens? Ik ben het eens, omdat die, die journalisten... Het, zijn, het, het is echt een story. Het is geen, er zijn geen facts in het verhaal. Heel weinig ja. feiten. Die zijn gecheckt en zo... Uh, het zijn meningen vaak die worden gegeven, of meningen van verschillende mensen. Ja, dat kan je wel doen, maar soms zie je een, een artikel en het is gewoon één mening. Als je een goede journalist bent, dan moet je die tegenmening ook geven. Maar ze dat zeggen je... ze krijgen geen resources om het te doen. Ja, dat is BS. Met Google en alles, come on. er <laughs> we hebben genoeg resources. Nee. Ja. <laughs> ja, nee. Eén persoon wordt wat gezegd dus ik moet ook zeggen wat die andere kant zegt. Dus vandaar dat. Ja, uh, dus ik heb gewoon je mening gevraagd. Ja, daarom. ja, is goed. Is goed. Um, zie je oplossingen in dit alles? Ja, er is een oplossing als dus we een beetje stappen uit het law en order gaan doen. En als we dus de empathie kunnen tonen en het, het volk willen begrijpen. Dus eigenlijk zeg je, wil en zijn wetenschap wordt het niet opgelost? Nee, want je kan niet voor de toren blijven zitten, toch? En, en, gewoon, en gewoon van daaruit regeren met veer en met onderdrukking. En uiteindelijk. ja heeft nergens in de wereld gewerkt, dus uiteindelijk ga je het verliezen. Maar ja, ze willen zo lang mogelijk, ze willen niet opgeven de macht. Dus dan is, hou je die macht vast. Is het dat hij verslaafd is aan de macht, naar jouw mening? Zo komt het. Ja. Het is gewoon waanzin. Dus ik ken, de, ik ken de persoon niet zo goed om te weten. Wat, ik kan het niet echt inschatten, maar het is wel duidelijk dat, het, dat er macht wordt gebruikt en veer en om, om mensen onder en eigenlijk t, hun mond te snoeren, om het maar zo te zeggen. Ja, dat absoluut. Door je analyse, zou je zeggen dat uh, een tegenstander dit alles heeft gecreëerd? Of dat het van binnenuit is gekomen? Los van. Dus als je gewoon dus, kijkt naar de, ja. naar de analyses. Ja, dus wat ik, wat ik ervan kan zeggen is dat, kijk, de, 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 de oorzaak van het conflict blijft, blijft het feit dat mensen gewoon niet. Ze kunnen het niet meer, komen niet meer rond. Men is helemaal desperaat eigenlijk. Het gevolg van dat. Is wat er is gebeurd in de binnenstad. Mm -hmm. Het is niet de oorzaak. Dus iedereen verwijst naar dat als de oorzaak. begin daarna te verwijzen als de oorzaak van. ja, die mensen zijn op straat, dit is het probleem. Ik zeg: nee, 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 dat is het geval. Het staat eraan te komen. Ja. De oorzaak wil men nu wegdrukken. Want mensen zijn al hoe lang geleden al op het. komen ze elke dag op het plein of elke week? Ja. Of over, dus daar zit die oorzaak. Die oorzaak zit niet in het. In het um, hoe heet het, de riots en het plunderen, of weet ik veel wat ze allemaal hebben gedaan. Dat is gevolg. En dat kan, dat, ik, ik, heb, ik kan echt niet zeggen over is dat georganiseerd of niet. Ik heb wel een vraagtekens: waarom was de politie niet in de stad? Waarom zijn bepaalde winkels niet geplunderd en andere wel? Er zijn wat rare dingen die in mijn ogen, of misschien kan ook toeval zijn, maar ik vraag me toch wel een paar dingen af. Ja. Mm -hmm. Bepaalde winkels zijn gewoon niet aangeraakt. En de, aan de zijkanten van die winkels. De, de links en rechts wel, maar die winkel niet. Dus dat ja, maar bij sommige winkels wordt er ook gewoon geschoten. Dat weten, dat weten de plunderaars. Ja, ja maar, die, als geen maar, ander. Nee, maar dan ga ik toch ook zeggen dat die plunderaars. Als je keek naar die filmpjes. Ik had een filmpje gezien van. Ik weet niet of je het hebt gezien. Van de Centrale Bank. Ja. ja die mensen waren echt niet bang hoor. Die gingen gewoon op. De mensen af. Die, ze had al de centrale bank um, had, eentje al gewiepen, had, had al eentje niet. in zijn beens geschoten. Maar die mensen bleven gewoon boep erop afkomen. En het was echt. Het, het, dat is wel, uh, was wel tekenend hoor, voor deze actie, dat mensen niet bang waren. Dus voor mij is dat echt. Dat die, 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 het zat zo diep, die woede. Ze het ook bij ons ook al. Dus, met dit, is er aan. dus het feit ja, ja. dat je dat al bereid bent te doen. Met de Surinaamse vlag lopen. Er was echt een, een, wo er is een woede die, die ik eerder nooit zo heb meegemaakt in de Suriname. Ja. Denk je dat. Uh, wie is. Als je kijkt naar de realiteit en wie nu aan, uh, allemaal in, 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 in een machtscentrum zit, dus niet alleen de coalitie, maar de oppositie. Mm -hmm. Denk je dat er eentje daar rondloopt, bijvoorbeeld Bouterse of NPS of, of zo, die, die mensen zou kunnen zeggen: hé, hey, relax. Want Jan is het niet, naar mijn mening. Nee, de huidige jongens niet. Nee, de huidige jongens niet. Die hebben niet genoeg uh, empathie. En ik denk ook dat die waarden en normen echt anders liggen dan, dan de gemiddelde Surinamers. Maar um, er zouden mensen kunnen zijn, maar ik denk, ik, ik heb er niet echt over nagedacht. Maar ik denk dat ze ook niet een kop gaan uitsteken op dit moment. Er is wel ruimte voor een nieuwe leider. Nu. Ja, sowieso. Zo mag het vaak, Ja, ja, dat absoluut. Maar is het dat um, door dit alles je eigenlijk de mensen die ze zo graag hebben weggestemd nog sterker dan ooit hebben gemaakt? Ja, tenzij ze gaan zeggen dat die mensen de oorzaak zijn van dit. Want dat is ook een onderdeel van het verhaal. Toch? Dus dat ze de vorige regering de schuld geven hiervan. Mm -hmm. En dus nu, de, ik heb Aantal mensen gesproken en die zeggen: Van ja, maar het is waarschijnlijk georganiseerd door de vorige regering. En ik zeg: Van oké, okay, maar op basis waarvan? Ik bedoel, ik ben een scientist. Ik wil gewoon weten hoe kom yeah. je aan die informatie? Waar, waar wat is de ach, hoe kom je aan die waar, waar is evidence daarvoor? Geef me dat. Dus eigenlijk is het dat verhaal en dan kan je zelf die gaten invullen. Precies, dat is wat men doet. En hoe minder in en dat heb je gezien in de hele de hele aanloop van deze hele regering eigenlijk, zag je dat dus, ze zo slecht communiceerden met het volk. En elke keer die gaten laten in die, in die verhalen, zodat het mensen tijd hebben en tijd nemen om die verhalen in te vullen. En ze spangen daar niet mee. Kijk, de vorige regering spangde wel met die verhalen. En gingen die verhalen waarschijnlijk beïnvloeden. Maar deze regering maakt zich helemaal niet druk met die verhalen. zeggen zeggen maar wat jullie willen zeggen. Ik ben aan de macht. Doe maar. Ja, want eigenlijk wordt er ook nooit... Hoe moet ik het zeggen? Kijk, 9-11. Elke president, iedereen rent er naartoe om met de mensen te zitten. Deze president... Of deze top zelf, van de vicepresident is eigenlijk... Oké, okay, hij is wel gegaan naar Times Mall. Dat moet ik hem wel geven. Mm -hmm. Ik vind het heel ja. frappant dat eigenlijk tijdens de campagne... de huidige leider in alle weken is geweest. En nu is hij volgens mij gewoon doodsbang... Echt ja. gewoon bang als leider om, om, om zijn volk aan te spreken. Ja, Hoe komt dat? Niet. Is dat door hoogmoedswaanzin of ben je gewoon een bangerik? Naar jouw analyse. Ik weet niet. Misschien heeft hij informatie dat, hij, dat mensen uh, um, ja, iets met hem willen doen. Maar ik, ik, dat weet ik allemaal dus niet. Ik vind maar het zo raar. Ik vind ook wel dat het zijn afstand tot het volk is echt veel te groot. Um, hij praat niet met het volk. Hij praat die taal niet van het volk. Hij praat als een politieagent. Ja. Precies, dus het is dus, dus de law en order taal. En zeggen van, als je dat niet doet, dan ga ik je straffen. Ga dat werken bij Surinamers. Dus wanneer hebben we Noem. dat meegemaakt? Nooit. Noem. Je moet me ook niet zeggen wat ik moet doen. Precies. En kijk, met deze hele actie hadden we echt zo... Ik, ik, ik kreeg gewoon de NMR déjà vu. Wanneer ik NMR, Nationale Militaire Raad, okay. de Utoboters of vroeger okay, okay. was. We moesten nu naar de televisie kijken en kijken wat er gebeurt. Want je moet gaan kijken wat de regering gaat zeggen. Dus we keken naar de persconferentie van de regering. Ik kreeg echt zo'n gevoel van: oké, okay, we zitten allemaal weer voor de tv. De laatste keer dat we dit zo hebben gedaan was in 82. Weet je, als mijn ouders, iedereen zit zo. Wat gaat er gebeuren? En als je naar de tv en dan. Dan krijg je eigenlijk een half verhaal. Dus ik krijg, je wil informatie hebben. Wat is er aan de hand? We zaten allemaal thuis. We kregen filmpjes, filmpjes, filmpjes. Dus we, we wisten niet hoe groot het was. Ja. Wat er allemaal was gebeurd. Wie zijn. Die informatie hebben we toen nog steeds niet. Ja, want eigenlijk is er veel gesproken, maar niks gezegd tijdens die persconferentie. Nee, er is niet. alleen maar gezegd: we hebben 180 mensen aangehouden. Uh, dit gaat gebeuren en er gaan roadblocks zijn. En oh, normalisatie. Vanaf volgende week gaan we open. Ja. Normalisatie. Maar weet je van, normalisatie waar? Je hebt niks en dan ook niks aangepakt, wordt aangepakt moet worden. Hè? je vindt gewoon, omdat die mensen, die 180 mensen van de 50.000 die op straat waren, ja. zijn opgepakt, dus het is normalisatie. Ja. Je enkele winkel wil echt open gaan. Dus dat is, dat is de vraag. Het is, um, ze denken, denk ik, dat, dat ze het in, in handen hebben, maar het gaat als kleine vuurtjes weer opstoken. Dat denk ik. Die normalisatie is, is, is voor de buiten. Is gewoon om te doen alsof je het in handen hebt. Maar ik denk niet dat dit gaat houden. Zijn we nou al een politiestaat? Of gaan we richting een politie staat Of komt dat niet? Ga ik, ga ik worden opgepakt als ik al deze dingen zeg? Ik weet het niet. Als je wordt opgepakt, is het een feit dat er politie staat <laughs> Ik weet het niet. Ik vind dat ik mijn mening kan uiten. Um, ik, ik heb het recht. Ik, als Surinamer, weet je, om mijn mening te uiten. Ik heb lang hier gewoond. Ik weet genoeg. We hebben al die dingen ook meegemaakt van vroeger, weet je, van het uh -huh. hele stuk geschiedenis met z'n allen. En ja, het enige wat ik kan zeggen: we hebben eigenlijk voor 40 jaar geen violence gehad. Uh -huh. 82 het laatste waar we echt violence hebben gehad. Dit is, we, waren, we gingen in de, in de wereld als te zijn een vredig valk. Yeah. Een soort kleine United Nations zijn men soms zelf, omdat we al die volkeren bij elkaar yeah. hadden. Um, wat je ook wel kan zeggen, je kan wel zien, en, en dat is gewoon op basis van evidence dat je gewoon nu kan zien, is dat de vorige regering een heleboel dingen onder controle hield. Zacht hield, die er waarschijnlijk al waren mm -hmm. en die nu etaleren, omdat je een ander systeem krijgt van law and order. Waar het vroeger meer was onderhandelen, negotiaten met verschillende groepen, alles in balans houden, wat een, waarschijnlijk ook een beetje achter de, achter de, de schermen. schermen gebeurde. Maar, maar nu is het echt zo van, je moet in, de, in het gareel lopen, anders krijg je een probleem. Dat gevoel krijg je. En hoe gaan de mensen in het gareel lopen als ze... Waarvoor moet ik kiezen? Moet ik s morgens opstaan en zeggen van, Ah, ik ga thuis blijven zitten en ga nadenken hoe ik mijn e kinderen te eten ga geven. Of ga ik er iets tegen doen? Ik, ik begrijp dat mensen er iets tegen gaan doen. Kijk, ik, we hebben, wij zijn privilege, we kunnen eten, ja. we, hebben, we hebben genoeg, om, we, kunnen, we, hebben, we kunnen het doen. Maar andere mensen kunnen het echt niet hoor. En maar, ik ken genoeg van die mensen. Maar je gaat toch niet bij exempel toch? Als je ziet <coughs> dat een, een leidinggevende zegt dat hij contact heeft gehad met iemand die op Interpol staat. Ja. En die, die toy, atorio city. Ja, ja, ja. En uh, 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 andere leden, uh, oh, Familie wordt geaccommodeerd. Ja. En, 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 en mensen die niet mogen reizen, gaan toch het land uit en gaan dan toch mee naar bepaalde landen. Klasse justitie. Ja, Daar denk je toch ook van: nou, als hij het kan, dan waarom moet, ik rust, waarom moet ik in het gareel blijven als jij niet het juiste het voorbeeld geeft? Ja. Denk je ja. dat dat gaat werken? Het, uh, nee, het werkt absoluut niet. Uh, dus dat, dat heeft ook te hmm. maken met het. Het voortrekken van bepaalde groepen. Omdat, kijk, als je, als je zit in die tribe. Belangrijk van die tribe is en een tribe is dat alles is een beetje gelijk. Toch? We, we zijn allemaal een beetje op, de, op hetzelfde niveau. Er zijn een paar mensen die misschien een beetje uitsteken. En hoe wordt iemand in die tribe eigenlijk gezien als een uitsteker? Niet omdat je naar school bent gegaan of zoals ik. Ik ben geen uitsteker. Ik ga uitsteker zijn als ik in mijn groep. Iets hmm. beters heb gedaan. Toch? En ik word ook afgeslacht als ik in mijn groep iets slechts doe. Door mijn groep, door mijn eigen groep waarmee ik bemoei. Daar word ik afgemaakt. En dan moet ik misschien iets anders gaan doen om weer yes. op te komen. Maar het, het, het feit dat, je dus in die, dat die groepen in balans waren, is zo belangrijk. En op het moment dat, dat één groep te veel gaat uitsteken, wat nu gebeurt. Dus je hebt bepaalde etnische groepen die meer gaan uitsteken dan die anderen. Dan gaan deze terug, die willen weer terug naar die balans. En al waren ze arm, dat maakt niet uit. Ze waren in die balans. Dat is zo, zo in interessant van het verhaal. Ja. Dus al hebben ze niet veel, het ging niet eens om het materialisme en ik moet behoren tot de elite. Nee, nee, nee. Ik ben happy in mijn balans. We zijn in de balans. Dat was zo mooi in Suriname. En nu is die balans geschift. En de enige manier eigenlijk hoe je het terug kan krijgen is om een leider te hebben die weer de tribal negotiation kan doen om die mensen weer rustig te krijgen. Ik weet niet of je het goed kan krijgen. Ik zou meer onderzoek moeten doen, maar ik, ik weet niet als het al te ver uit, uit balans is geraakt. Je zegt dat er is een machtsvacuum er is, een ruimte voor een nieuwe leider. Denk je dat men gaat kiezen voor een hele nieuwe partij of dat er een binnen een oude partij een nieuwe leider op moet staan? Ja, ik denk dat we echt... Um, frisse ideeën nodig hebben... die aanspreken... ook bij de meer jongere groep. Um, die waren op straat, grotendeels. Mm Het -hmm. is ook belangrijk om, om, om te... te recognizen dat die mensen op straat waren. Um, ja, ze, ze zien niemand... die ze representeert. En men... Ook omdat het stemmen vaak vrij uh, ja, conventioneel gaat. Als mijn vader op die stem, stem yes. ik ook op die. Weet je, denk ik nu dat met, naarmate mensen meer informatie krijgen, ook met, met cellphones en al dat soort dingen. En, de, en, en het ook meer wordt getolereerd in de, wereld, mee, in de wereld om je eigen mening te hebben. Dat deze soort mensen iemand moeten hebben die ze zegt: van... dat is mijn leider. Maar eigenlijk is het met dit, dit kiesstelsel bijna no. onmogelijk om no. nieuwe leden naar, binnen te, naar voren te schuiven. No. En ik, ik, ik ben bang dat we in een zwaar vacuüm gaan komen met het hele kiesstelsel ook. Maar met ik heb uh... begrepen dat voor 25 mei dit jaar moet je al hebben ingeschreven voor bij een kiesdistrict. Anders mag je niet meedoen. Anders mag je niet meedoen, klopt. Maar als het is nog niet eens een kieswet? Nee, dus dat zei ik. We gaan echt in een zwaar vacuüm komen. En de, de leiders hebben er natuurlijk baat bij om het zo te houden. Want als er een nieuw kiesstelsel zou komen... zouden zij de meeste van ze achteruit gaan in, in zetels. Dus stel dat voor 25 mei dit jaar dat ding nog niet in orde is... en je kan je niet inschrijven bij een kiesdistrict... dan steven je echt af op een burgeroorlog. Of op een gegeven moment gaan ze je schieten voor het oren. Ja, dus uh, je krijgt een, een ontwringing van die samenleving. En misschien niet eens een burgeroorlog. Ik denk eerder dat... We gaan krijgen dat er, we hulp van buiten gaan krijgen. Want de president is zo snel, al nu, met een paar rellen op straat van een paar honderd mensen, al aan het zeggen van, ik heb hulp, is iedereen al op alert gezet. Dus uh, voordat dat die burgeroorlog gaat gebeuren, is, is, het, is, de, dus die maat, is die de buitenlandse maat, macht al hier. Dat, dus zo zie ik het. Dus die maakt heeft het echt in zich om gewoon andere mensen te komen laten bevrijden ja, ja. in ons land. Ja, ja. Dat, dat, dat is wat ik heb begrepen, hoor. Van, ja, ik luister ook ik, naar ja. je woorden, maar ik wil het eventjes... Ja, ja, <coughs> nee, dat zo heb ik het, misschien heb ik het verkeerd begrepen, maar ik, ik, ik heb duidelijke woorden gehoord van, we hebben de CARICOM al yes. alert, we hebben, uh, weet ik veel, Amerika, een aantal mensen al op, op alert gezet. En um, je moet ook weten, de belangen van die soort landen zijn ook erg groot. Oil en ja, oh, Niet alleen, natuur, climate change. Don't forget, water. Men, vergeet, water. men vergeet, Nederland yeah. is nummer één emitter in Europa met climate change. Ze mm. moeten terug volgens de Europese wetgeving. Klopt. En de enige man en in het op bam vallen Nederland, waar gaan ze die, die, die credits vandaan halen? Allemaal hier. Wat ik ja, want Aruba, Curaçao en Bonaire en zo hebben ze een paar rotsen, die hebben geen boom. Een vriend van me, of een neef van me, zei Dave, ze gaan ervoor zorgen, dat is al een jaar geleden, dat er tumult komt in het land, mm -hmm. zodat die buitenlanders kunnen komen. Mm het -hmm. is eigenlijk bijna een soort economic hitman verhaal. Mm -hmm. Want we hebben oil en gas en al die dingetjes. Yeah. En wat eigenlijk mocht Suriname onafhankelijk worden. Het is een te mooi pareltje voor zo weinig mensen om het rust te laten. Ja. En er moet een scenario worden georganiseerd waarbij zou ze nu weer binnen kunnen komen? Het zou best kunnen, omdat. Ik, ik, het herinnert me aan een boek wat ik heb gelezen van mijn studie. Het heette Resource Wars. Resource Wars. Wars. Okay. En dat, dat boek toont eigenlijk aan dat je in zoveel rijke landen met vreselijk veel resources, daar zijn, zijn de meest. Alleen maar oorlogen en problemen en al dat soort dingen. Alleen in die... Dus het, 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 in, van alle landen in de wereld zie je gewoon al die landen die rijk zijn... en veel natural resources hebben, hebben veel oorlogen. Iran, Irak, Midden-Oosten. Ja, ga maar door. Ja. ja. Venezuela. Afrika. Ja, Afrika, allemaal. Bij die diamanten en alles ja, en zo. Precies, Zuid-Afrika. Dus dat, dat, <coughs> was, dat was de thesis van het boek. En uh, ja, daar denk ik direct aan. We zijn onderdeel ervan. We waren altijd rustig, want... Ja, Holland deed het allemaal voor ons. En nu, uh, ja, nu zijn we onafhankelijk geworden. Dus we hebben ons eigen. Maar we zijn niet sterk genoeg om die onafhankelijkheid te waarborgen We hebben niet de juiste mensen. We hebben ook nog een soort nazaten van Nederland. Die denken als Nederlanders. En willen ook graag dat het zo wordt toen, toen Nederlanders er waren. Of zijn er mensen die echt denken voor Suriname? Hoe moet Suriname eruit zien over 50 jaar? Dat heb ik vaak hoor. Ik vraag mensen vaak. Er zijn weinig mensen die me antwoord kunnen geven. Heel weinig. Hoe zou jij daar willen dat het land eruit ziet over vijftig jaar? Dus je hebt me net iets gezegd hè, van dat buitenlandersding en mensen laten komen. Ik, het is het, 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 het <laughs> zo verschrikkelijk aan het denken gezet in die korte tijd. Laat zo Eigenlijk irriteert het me verschrikkelijk die gedachten. Maar je kan door die wet te veranderen. Eigenlijk is het it is It's bijna. een scena textbook scenario wat je hier zo ziet. Daarom zeg ik: kijk even naar de Trump-Tyrant play, Playbook en de Trump Playbook. Dan ga je echt zien: dit is de playbook die wordt uitgespeeld. De storm of the capital. Ja. Yeah. <laughs> precies. Waarvoor hij nu wordt onderzocht. Ja, yeah, precies. Maar daar is het geluk is daar heb je wel een goed, redelijk goed. Uh, nou, we zeggen... Ja, het staat dus de is ook powers. onafhankelijk, hè? Dus ja, een het, is 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 een, het hangt een beetje... Die powers zijn wel... Uh, de, weet je, dus de, de staten en de kamers en zo in Nederland... Yes. Die zijn wel uh, goed uh, verdeeld. Of in Amerika. Tenminste, het, het, het wettelijk systeem is redelijk goed. Uh, Wat me ook is opgevallen, is dat... Um, Toen wij op straat waren... Waren er een heleboel volksvertegenwoordigers... Um, die ook in de crowd waren, maar mm -hmm. ze stonden als ook te woord. Mm -hmm. Ik heb die dag niemand behalve Ebo Jones, dat moet ik ook zeggen, en die heeft ook mooie klappen Klap gehad. heb ik begrepen. <laughs> ja, ik heb het gezien, ik heb het live gevolgd, ik was niet op straat. Ik had al, mijn zei maar Imbérez zei van... Mh, niet. Dit, uh, dit, maar sowieso heb ik mijn eigen mening nou over dat soort acties. Ervaring is de beste leermeester. Ja, ja, ja. Um, er was niemand om ze te woord te staan. Niemand stond ook tussen ze. Ik vond het heel vreemd. Was er. Ik, heel raar. Ja, ik vind. Dat vind ik minder. Weet je, dat had ik ook gehoopt dat, dat, dat er tenminste een paar volksvertegenwoordigers zouden zijn. Want dat, ik weet niet als. Maar ja, dat, dat weet je niet, omdat ik ook niet weet als het een opgezette actie was of niet allemaal. Nee, maar ook geen ook ook uh, oppositiemens heb ik daar gezien. Precies. Dus ik, ik het, weet je, Surinamers, ook een tribal kenmerk. Is de femininity. Dus het feit dat we, we zijn een vrouwelijke, in onze communicatie zijn we vrij vrouwelijk. We okay. zijn zacht. We, we, uh... dat is die Russen nee, precies, we gaan eerst niet we, we gaan wanneer we een beslissing willen maken, dan gaan we alle partijen, weet je, horen en anders gaan we die beslissing maar gewoon uitstellen voor, weet ik hoe lang, kijk naar grondrechten, is een voorbeeld mm. we praten al jaren over grondenleggen, maar waarom komt het niet, omdat we alles aan het laveren zijn om te kijken van hoe gaan we dit uiteindelijk kunnen doen, zodat iedereen een beetje happy is, een beetje happy oké okay? wat je ziet is dus dat het feit dat we dat we kenmerk hebben, zo so, als yeah, je met het volk praat, dus als je daar zo staan als volksvertegenwoordiger en met het volk praat, dan het is zacht, toch? Dus het volk die, die kan van hard naar zacht gaan. Dus al zijn ze heel boos, maar op het moment dat je met, met ze gaat praten, kunnen ze zachter worden. Omdat we dat, ja. En het toont respect. Ja. Ik bedoel, dat is ook belangrijk. Je bent daar gaan staan, je bent voor die mensen gaan staan, je bent niet bang. Weet je, als volksvertegenwoordiger mag je niet bang zijn, je bent een volksvertegenwoordiger. Jij vertegenwoordigt die mensen die daar staan. Eerlijk gezegd, dat genoeg. Dat als je als, als leidinggevende gewoon niet onder die mensen kan gaan, dus het zijn niet jouw mensen. Zeker. Dus ik weet niet als ze bang waren, zijn aanname die ik maak, dus laat me dat ook zeggen. Maar ik kreeg wel het gevoel, omdat ik niemand daar zag, van, hé, hey, waarom zijn jullie er niet? Zijn nee, jullie dat, bang? Nee, ik heb het verkeerd verwoord. Ik heb het niet over de DNA-leden nu. Ik okay. heb het over de leiding. Oké. Okay. Ja, nee, die, die, Moet jij niet als leider hebben van, hé, hey, ik ben je president, maar ik kan niet eens tussen jullie lopen. Of ik ben je vice-president en ik moet voorzichtig zijn. Dus al was hij met twintig veiligheidsmannen daar gaan, gaan, gaan lopen op het plein en Stel naar maar, die, maar, die mensen toe... Nee, maar het, het, het zou. Ja, misschien was het, was het. Ja, misschien was het. Zou je, oh, je wilt gekeken. voor die rellen. Voor, ja, voor die rellen, ja, ja. Ja, 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 ja. En hij had het respect getoond, toch? Naar de mensen. Want ik, bij mij is het altijd zo van: in Suriname, als je respect naar mensen toont, dat, dat doe ik ook in mijn werk. Maakt niet uit wie het is. Een vuilnisman. Het Als praat ik praat met de president of met de vuilnisman, ik toon hetzelfde respect. Op het moment dat je respect naar mensen toont, dan krijg je alles terug weer. Ja, want de minister van, um, toen was minister Achai Bersin, ik weet niet hoe je yeah. het uitspreken, ja. was toen minister en we waren op straat en hij is gewoon in die menigte gekomen. Ja. Het is direct. Rustig, ja. Maar het dat is dat is, is, is zachte van die samenleving. Het is direct. Natuurlijk waren er een paar mensen tussen. Maar nee, ijre, wij. Wij nee, ja, daar begon... is je kapper afgehaald. Maar in nee. Suriname gaan ze dat niet doen. Ja, maar bijvoorbeeld. Ja. Dus hij sprak. En op een gegeven moment waren wij zelf die verhit waren. En als er iemand achter ons verhit was. Ik doe rustig nog. die man. Is Ay, toch gekomen om dat ons is te praten? Dat is praat. het respect wat we hebben. We hebben dat respect in die samenleving. En dat stukje. Had ik gehoopt dat ze zouden. Kijk, daarom zeg ik. Als je slim bent, gebruik je dat. Als ik leider was, was ik slim. en ik ben slim... Ja. had ik dat gebruikt. Ja, slim maar ze, hebben het. ze zijn in een andere mode gegaan... die helemaal... averechts gaat werken op de Surinaamse persoon. De manier hoe we zijn. Zie ja. je? Dus eigenlijk, hoe je het ook draait of keert... hij heeft niet geleerd. En hij gaat door op hetzelfde... Ja, en hij... Hij... Hij, 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 hij brengt ook... traumas naar boven. Want we hebben ook nog... Een een trauma van dat. Het, dat veerstukje? Het, het, wat ja, wat, wat, weet je, wanneer we mensen met wapens zien. Vanmorgen reed ik langs... Uh, wat was dat weer? Ik liep langs een bank en ik zag twee gewapende mannen. Oh, bij GoTo. Op Noord. Zag ik twee gewapende mannen bij die ATM staan. Je krijgt wel even weer het gevoel, oh. Oké, okay, daar zijn we weer. supermarkt hebben nou mannen met shotgun voor de deur. Ja, dus, dus <laughs> dat... Het brengt toch wel weer een aantal herinneringen, denk ik, op bij een aantal mensen. Natuurlijk de jongeren niet, maar ik ben wat ouder. Dus um, we, hebben wel, uh, we krijgen wel weer eventjes van oké, okay, we zijn weer in die mode. Is er een boodschap die je wilt geven aan de samenleving of een doordenkertje of iets? Weet je, ik wil eigenlijk zeggen van laten we, het is niet voorbij, dat nee. is één. Het is niet voorbij, dat kan ik nu al zeggen. Want die vlam is niet gedoofd. Die vlam is Het oh, is nog niet voorbij. Het conflict is nog niet voorbij. Nee, watch my words. Ik bedoel, als, wij, als ik kijk naar. analyseer het hele conflict. Um, niet alleen gedaan. Ik heb collega's erbij gehaald van de universiteit in de US. Als we kijken naar het conflict, is het niet voorbij. Want de oorzaak van het conflict is niet opgelost. We hebben gevolgen gezien van het conflict, dat zijn de rellen. Maar de oorzaak van het conflict, brood op de tafel, is niet opgelost. Dus daar moeten we wel van bewust zijn, denk ik. Dat is belangrijk om te weten. En een andere boodschap die ik wil geven: hé, hey, we zijn allemaal Surinamers, we wonen in dit prachtig land. Let's have respect. Ik heb ook respect voor mijn regering. We hebben ze gekozen. Dat is het. En ik hoop alleen dat ik ze kan helpen. Misschien vandaag met deze talk ook mm -hmm. kan helpen. Dat deze manier van aanpak gaat niet werken. Het werkt niet voor Surinamers. Niet op de man niet hoe wij zijn. En we hebben heel veel leeway en geduld als, men als Surinamers. Om mensen de gelegenheid te geven om met ons te komen praten, met ons te komen onderhandelen. Dus laat een beetje empathie zien. Laten we, het samen. we kunnen het echt wel samen oplossen. Echt geen buitenland, voorlopig. We kunnen het samen. Ja, ja mijn nee hoor. Uh, <laughs> <laughs> ik had gewoon dat je Analyse... <laughs> minder pessimistisch. Oh, minder pessimistisch hey. Ik begin aan te denken over... Ik moet dit gaan doen, ik moet dat Weet gaan, gaan doen. doen. Ik kijk wel naar de toekomst. Ja. Um, maar werk aan jezelf. Alleen yeah. maar het feit dat jij... Uh, ik was gisteren bij... moest ik eventjes wat doen bij een winkel. En er stond een meneer daar. En... Ik zeg, oh, het is toch wel lastig hè, wat allemaal is gebeurd. We zien de Staanse manier. Dus hij keek me een beetje aan: van, kan ik deze vrouw nou alles zeggen? En we begonnen gewoon lekker te praten en te babbelen. En er was zoveel respect, weet je. we konden elkaar van alles zeggen. En ik ken hem helemaal niet. En ja. waarom moet hij met mij praten? En we dus hebben een heel kan gesprek nog. gehad. Ja, het, het en, kan nog. en het kan echt wel. Het kan. Oké, okay, daar ben ik heel blij om dat te weten. Ja. Mensen, ik ben uh, heel blij geweest met dit gesprek, eerlijk gezegd. Ik okay, moet afronden, we hadden maar een uurtje. Nou, het is ja. zo snel gegaan. <laughs> ja. okay. um, maar wat je hebt gezegd, mark my words, ja, ja. dat neem ik zeker mee. Want het is niet uh, de eerste, beste persoon die deze analyse heeft gemaakt. En stiekem hadden nou, wij ook al gewaarschuwd ervoor. Dus ik haat het gewoon dat je het een beetje hebt bevestigd. Ik wil ook geen gelijk <laughs> krijgen hoor. Ik wil geen gelijk krijgen. Dat is de bedoeling. Maar, het rare is dat ook dat. Um, ja, die Ivoren toren is best hoog. Maar ja, je kent het verhaal van de toren van Babylon. Nou, dus. dit, is het, dit is een, een karakteristiek van. van ja het is, het kun, je, je weet eigenlijk niet meer wat je moet doen mm. en dat is een beetje in nood so ja, nood ik situatie dat je, dat ik ga doen een back up plan van een backup plan. <laughs> back <laughs> up plan back up plan mensen ja. dank wel voor jullie aandacht en tot de volgende keer Hi, ik hoop dat jullie hebben genoten van de podcast en als het echt zo is geweest ga alsjeblieft online ga op YouTube share like subscribe die op Facebook we zijn ook op Anchor FM Spotify we kunnen alle steun gebruiken zodat we lekker door kunnen gaan met het produceren van dit lastig programma. D -A, baby, let's talk.